Hallo mensen, welkom. Dit is een nieuwe video van Stoïkende met Remco. En na het intro, heel lang geleden dat we geen video hebben gemaakt van Teken met Remco, maar na het intro gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Teken met Remco. Doei. Mensen, welkom bij deze nieuwe video van Teken met Remco. En we gaan vandaag dit tekenen. Oké. En we gaan alleen dit tekenen. Dit gedeelte. Dit gaan we alleen tekenen. Het bovenste gedeelte van Lego Star Wars en de Wii. En verder helemaal niks. Alleen die gedeelte. Ik hoop dat jullie dat goed vinden. Als je dat niet goed vindt, ze hebben enorme reacties. Maar voor mij is het gewoon fijn. Als jullie het goed vinden. Laten we maar beginnen. Makkelijk liedje eigenlijk. Ik heb wat in mijn hoofd. Lego Ik ben nu een beetje aan het overdrijven. Denk ik. En dan kijk ik snel, kijk maar. Dat zet ik wel op Twitter. Ik kan altijd van die typetjes nadoen, zoals het is een tijd voor de Franke Vrijdag show. Dat kan ik heel goed. Lego Star Wars. Ik kan wel muziek opzetten, Lego Star Wars muziekje. Ik ben eigenlijk niet gek op Star Wars, want ik vind die film niet echt heel erg leuk. Zoals The Force Awakens, of hoe het ook maar heet. Maar die film is altijd heel eng. Dat is gewoon de waarheid. Hallo mensen, welkom. Dit is een nieuwe video van Stoïkende met Remco. En na het intro, heel lang geleden dat we geen video hebben gemaakt van Teken met Remco, maar na het intro gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Teken met Remco. Doei! Mensen, welkom bij deze nieuwe video van Teken met Remco. En we gaan vandaag dit tekenen. Oké. En we gaan alleen dit tekenen. Dit gedeelte. Dit gaan we alleen tekenen. Het bovenste gedeelte van Lego Star Wars en de Wii. En verder helemaal niks. Alleen die gedeelte. Ik hoop dat jullie dat goed vinden. Als je dat niet goed vindt, ze hebben enorme reacties. Maar voor mij is het gewoon fijn. Als jullie het goed vinden. Laten we maar beginnen. Makkelijk liedje eigenlijk. Hallo mensen, welkom. Dit is een nieuwe video van Stoïkende met Remco. En na het intro, heel lang geleden dat we geen video hebben gemaakt van Teken met Remco, maar na het intro gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van Teken met Remco. Doei! What is a ghost town?
mensen, welkom bij deze nieuwe video van Tekenen Remco. En we gaan vandaag dit tekenen. Hoppakee. En we gaan alleen dit tekenen, dit gedeelte. Dit gaan we alleen tekenen, het bovenste gedeelte van Lego Star Wars en de Wii. En verder helemaal niks. Alleen die gedeelte. Ik kan denk dat je dat goed vinden, als je dat niet goed vindt, ze hebben in de reacties. Maar voor mij is het gewoon fijn. Als jullie het goed vinden. Laten we maar beginnen. Maak een liedje eigenlijk. Ik heb wat in mijn hoofd. Lego Star Wars. Ik ben nu een beetje aan het overdrijven. Denk ik. En dan kijk snel, kijk maar. Dat zet ik wel op Twitter. Ik kan altijd van die typetjes nadoen. Zoals, het is een tijd voor de Frank of Vrijdag show. Dat kan ik heel goed. Lego Star Wars. Ik kan wel muziek opzetten. Lego Star Wars muziekje. Ik ben eigenlijk niet gek op Star Wars, want ik vind die film niet echt heel erg leuk. Zoals de vorige. Maar ik vind wel leuk dat nummertje. Kijken wat er nog meer met de nummertjes zijn. Oh, verkeerde. Wat is dit nou weer? Ik weet nog je eerste dag. Oh mijn god. Je was super irritant. Ik had denk ik dit ook wel leuk vind. En ik weet, ik dacht nog fuck. Wat is dit voor slappe zak? Wat is er aan de hand? En toen dacht ik, ik geef die arme jongen gewoon een kans. Hoe stom die ook is. Je moet niet denken dat het is dat ik zo'n geweldig goed persoon ben. Ik hoef er niet meer op te werken. Maar vrouw, je bent nu dood. Je bent een hoopjes groot. En als je luistert, vrouw, je bedanken je voor niks. Nee, we zijn niet boos. Dit is echt grappig, man. Je was gewoon waardeloos. En als je luistert, vrouw, je dank je voor het sterven. Wat? Er niet meer zijn. Dat je heen bent gegaan. Naar de eeuwige jachtvelden. Ja. Dat je het hoekje om bent gegaan. Zo zet het wat is. Ik hoop dat je begrijpt dat je je looster ook niet meer krijgt. Dit is zo monster. Wij betalen geen dooien. Maar waarom doen wij zoiets? Een dooie doet natuurlijk niets. Wat is dat voor een vraag? Maar die wordt vroeger van is. Ja, dus dat is makkelijk gekund. Nou ja, over wie hadden we het er ook alweer? Oh ja, Hank. Maar luister lieve Hank.
niemand mist je stank. Nee, 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 je hand is en Jaap niet. Nou, dit nummer gaan wij weg. Of heette je nou Plank? Of was het nou toch Frank? Kapitein Snurk, je handschrift is onleesbaar. Hoezo dat voor Gerzen? Nou, kapitein Snurk! Ik kan niet lezen. Daar staat Frank voor Gerzen. Wat staat er Flank? Wie noemt zijn kind nou weer Flank? Ik heb een hoop kutnamen gehoord in mijn tijd, maar deze... Nou. Frank. Ja, Flank, dat zeg ik toch? Jezus. Dit is grof. Dit is grof. Dit is een geworden. Maar, kijk. Ja, ik kan zien. Zo. Zo, dit is een geworden. En ik hoop dat je het leuk vond. Laat ik een duim achter. Abonneer het kanaal. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Rem. Tegen het bedrijf, doei!